De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de drugs die dit weekend zijn aangetroffen in een woning aan de Amerikalaan in Utrecht. Na een brand werd die partij drugs ontdekt. Joost Landzager van de politie Midden-Nederland, welkom. Wat kun je vertellen over het onderzoek? Ja, toen de brand afgelopen zaterdag 2 maart geblust was, is de recherche naar binnen gegaan en heeft daar onderzoek in de woning gedaan. Ze troffen daarbij een hele grote hoeveelheid harddrugs aan. Die nacht is de woning dan ook bewaakt door agenten. En de volgende morgen ging de recherche door met zijn onderzoek en heeft uiteindelijk 1 persoon kunnen aanhouden. En hoe kunnen kijkers nog helpen met het onderzoek verder? Ja, we willen heel graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien. Misschien hebben mensen wel mensen in de woning in en uit zien lopen op bepaalde tijdstippen. Nou, we willen graag weten wie die mensen zijn geweest, maar ook op welke tijdstippen dat was. Of misschien hebben mensen wel vaker andere mensen in die woning zien leven en wonen. Ja, we willen heel graag weten wie dat dan zijn geweest. Ja, ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen zijn naam wil noemen bij het doorgeven van de tips. En mensen kunnen dan ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem. Weet u meer over die aangetroffen drugs in de woning aan de Amerikalaan? Of heeft u iets gezien dat de politie kan helpen? Bel dan met uw informatie naar de tiplijn 0800 60 70. En blijft u dus liever anoniem? Dan kunt u bellen met 0800 7000.